Maar Silencio Esaias, jullie pakken knap een punt tegen Emmen. Hoe heb jij deze wedstrijd ervaren? Ja, ik denk dat het een zware wedstrijd was. Laten we daarmee beginnen. Ik denk dat er veel strijdlust was bij beide ploegen. Dat er hard gewerkt werd. De wedstrijd ging heen en weer. Dus het was wel een leuke wedstrijd voor de supporters ook om te kijken, denk ik ook. Ja, en wat een passie hebben jullie erin gelegd, hè, vanavond? Ja, zeker. Ik denk dat je dat in de laatste wedstrijden ook vaak terugziet. De spirit, de energie wat we in het veld leggen, daar kijken we ook een hele week naar uit. Energie in de wedstrijd, dat willen we sowieso brengen. Dus dat is mooi dat je dat ook terugziet. Ja, en dan ga jij voorop in de strijd, hè? Dat is een beetje jouw handelsmerk. Ja, zeker. Dat is vooral mijn ding. Hard in de duels gaan, agressief. Dus ja. Ja, en dan loop je af en toe tegen een gele kaart op, hè? Ja, het is niet anders. Het is een beetje op het randje, maar ja, hij gaf hem niks aan te doen. Ja, het enige minpuntje is dat jullie niet heel veel gecreëerd hebben. Nee. Jullie waren misschien wel de bovenliggende partijen, maar echt uitgespeelde kansen. Behouden ze dan dat schot van Thijs van Leeuwen? Ja. Dat is misschien het enige minpuntje. Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, Emma deed ook niet slecht. Ze ging ook volop in de strijd. Ze deden er alles aan. Dus was een wedstrijd die op en neer ging, ja, hoe ik het zeg. Ja. Ja. Maar je zou verwachten, zijde nummer 2, belangen zijn groot. Misschien komt er nog een slotoffensief. Ja, ook heel weinig weggegeven. Klopt. Ja, dat is, ik moet zeggen, de laatste weken vind ik het ook goed staan. Dus dat eigenlijk. Ja, dus dat geeft de burger moed. Zeker. Misschien wel met het oog op die vierde periode, hè, waarin jullie toch nog misschien die laatste strohalm willen pakken. Zeker, daar werken we naartoe. Daar werken we zeker naartoe. Komt goed. En dan word je ook nog even uitgeroepen tot man of the match. Dat is nog een leuke bijkomstigheid. Ja, zeker. Dat is mooi. Het is mooi om erbij te krijgen. Maar ik heb wel liever de 3 punten. Maar ja, het is niet anders. Het komt allemaal wel goed. Oké. Okay.